Ik sta hier met Tim Salimans van Algoritmica. En Algoritmica is een bedrijf, wat doet dat? Wij maken voorspellende modellen op data en die passen we in bedrijfsprocessen. Ja, big data en dan slimme dingen verzinnen. Hey, maar voor je lol doe je mee aan wedstrijden. Wat voor wedstrijden zijn dat? Dat zijn voorspellingswedstrijden. Een beetje hetzelfde idee. Een bedrijf zet een bak data online. En definieert een probleem wat ze willen oplossen met die data. De deelnemers van de wedstrijd die bouwen daar een model op, maken voorspelling. En de beste voorspelling die wint de wedstrijd. Dus dat is echt, het is begonnen met Netflix. Dat was een soort videotheek met tientallen miljoenen mensen. En dan wilden een algoritme hebben van wat is de beste voorspellende video als ik dit leuk vind. Wat vind ik dan nog meer leuk? En nu gaat het overal over. Wat voor wedstrijden heb jij meegedaan? Ik heb aan heel veel verschillende wedstrijden al meegedaan. Loopt het een van het modelleren van autoverzekeringen tot het modelleren van donkere materie in het heelal. En de meest recente wedstrijd, het voorspellen van ziekenhuisopnames. Ja, daar praat ik over, want dat is een wedstrijd waar de topprijs, de topteam wint, hoeveel? 3 miljoen mogelijk. $3 miljoen. En hoeveel teams doen er mee aan deze wedstrijd? Iets meer dan 1500, geloof ik. En hoeveel sta je nu? Momenteel tweede. Dat is op het publiekelijke leaderboard. Dat geeft helaas nog geen garantie voor de einduitslag. Nee, oké. Okay. Maar wanneer wordt de uitslag, wanneer wordt dus gekozen? Ik hoor het volgende maandag. Als ik dan in de top 10 zit, dan wordt de orde van de top 10 wordt er even geheim gehouden. En die wordt begin juni bekendgemaakt. Oké, okay, dus jij doet mee aan een wedstrijd. Je bent nu tweede en als je wint, dan is het $3 miljoen. En dat moet je met hoeveel mensen verdelen? Ik zit in een team met 3 andere mensen. Oké, okay, dus dat is echt spannend. Hey, zo'n platform waar al die competities op worden aangeduid, hoe heet dat? Dat platform heet Kaggle. Kaggle? Kaggle, ja, verzonnen woord. Kaggle.com. Kaggle. Kaggle.com. En daar staan al die competities staan daarop. Ja, dat klopt. Okay. Hey, en deze competitie, jij moest voorspellen uit ziekenhuisinformatie. Wat moet je dan voorspellen? Nou, je hebt dus inderdaad ziekenhuisinformatie, dus vooral verzekeringsinformatie. Mm-hmm. En het doel is om te identificeren welke patiënten het volgende jaar naar het ziekenhuis moeten en hoeveel dagen. En wat heb jij gedaan dat je daar een intelligent antwoord op kan geven? Ja, dat kan ik natuurlijk pas na de afloop van de wedstrijd. Nee, maar ik bedoel, wat heb jij van achtergrond? Mijn achtergrond is econometrie. Dus ja, ook data-analyse op economische problemen toegepast. En ja, dit is eigenlijk zo'n soort probleem. Okay. Dus Tim is misschien volgende week $1 miljoen rijker door gewoon over big data na te denken. Veel succes. Dat zou mooi zijn, dankjewel.